Beste mensen, we zijn hier vandaag in Maastricht. Op een historische plek in de oude timmerfabriek van Koninklijke Sphinx. Een icoon van de industrie en nu het culturele hart van Maastricht. En vanaf deze plek wil ik graag mijn verhaal vertellen. Hier waar de wortels van de Limburgse sociaaldemocratie liggen. Hier waar mijn wortels liggen. Ik ben een dochter van deze stad. Kleinkind van boeren en tuinders die net buiten de stad hun boerderij hadden. Ik groeide op in Biesland, nog geen 10 minuten fietsen hier vandaan. En ik heb veel aan deze stad te danken. Bij het helpen van mijn vader op zijn ronde leerde ik dat we allemaal gelijk zijn, ongeacht in welke wijk je wieg heeft gestaan. Mijn ouders brachten me bij, je bent niet meer, maar zeker ook niet minder dan een ander. En als kind in een katholiek gezin leerde ik dat je pas echt gelukkig kunt worden als je kunt delen. Mijn jeugd hier in Maastricht heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Een partij die opstaat tegen ongelijkheid en onrecht. Een partij die gelooft in vooruitgang. Ik ben uitgevlogen naar Rotterdam om te studeren. En later wonen in Amsterdam en werken in Den Haag. Maar Maastrichts is de moedertaal die ik spreek, ook met mijn kinderen in Amsterdam. En hier in Maastricht kom ik altijd thuis. 3 weken geleden zei ik in Tilburg dat het goed zou zijn als Nederland niet als een multinational bestuurd zou worden, maar als een vereniging. Het kabinet Rutte-Hoekstra ziet Nederland namelijk als een multinational met een winst- en verliesrekening. Dat leidt tot verdeeldheid, terwijl we juist behoefte hebben aan saamhorigheid. En u kunt wel raden bij wie de winst en bij wie het verlies terechtkomt. Nederland als een vereniging betekent dat we saamhorigheid koesteren, zodat we het beste uit onszelf en uit elkaar halen. U begrijpt wel wat ik bedoel. Maar door sommige journalisten en politici onder de Haagse kaasstolp werd er schamper op gereageerd. Ja joh, die ploemen met een vereniging. Terwijl het juist zo goed werkt, al die verenigingen van nu hier in ons land. Het bindt ons. Want we zijn allemaal nodig. Jong en oud, amateur en prof, activist en bestuurder. Goed georganiseerd en spontaan gestart. Op de volkstuin en bij het delen van elkaars auto's in de buurt. Bij een vereniging dragen we de lasten samen en delen we bij winst. Het is precies dit verenigingsgevoel dat we al jaren moeten missen met Rutte en Hoekstra. Maar de menselijke maat kan terug, moet terug. Nederland moet eerlijker en socialer. Dit kabinet begrijpt dat niet. Zij weten niet wat er echt leeft in Nederland. Zij denken dat Nederland ophoudt als je de grens van de Randstad overgaat. Het kabinet Rutte-Hoekstra heeft de afgelopen 4 jaar laten zien dat het geen oog heeft voor alle Nederlanders in alle regio's van het land, de steden en de dorpen. Toen VVD-leider Mark Rutte werd gevraagd waar hij kerncentrales wilde bouwen, noemde hij Zeeland en Groningen. Aan de Groningers was niks gevraagd. Ik zag op het journaal hun reactie. Ja hoor, de schade van de aardbevingen is nog niet eens gecompenseerd, maar Rutte denkt in Groningen kan alles worden gedumpt. Het is toch het einde van Nederland. De ongelijkheid tussen de verschillende regio's in Nederland is de afgelopen jaren groter geworden. En we moeten die ongelijkheid aanpakken. Daarvoor is een sterke Partij van de Arbeid broodnodig om een volgend kabinet socialer te maken. Want dat staat op het spel op 17 maart. Kies je ervoor om voorzieningen in alle regio's op peil te houden of niet? Dat klinkt als gezond verstand, maar dat is lang niet overal het geval. Het betekent dat je binnen 15 minuten door heel Nederland spoedzorg hebt. En ook dat wijkcentra, bibliotheken en zwembaden in dorpen en stadswijken open blijven. Kies je voor goede regionale treinverbindingen of niet? Wij zeggen ja, natuurlijk. Zo moet Limburg een internationale spoorverbinding hebben met België en Duitsland. Een directe treinverbinding tussen Heerlen en Aken stimuleert de economische ontwikkeling in Zuid-Limburg. En in deze regio moet de Maaslijn worden toegevoegd aan het hoofdnet. De spades moeten wat de PvdA betreft in heel Nederland snel de grond in.
kies je ervoor dat inwoners op hun gemeente kunnen rekenen. Maar die hebben nu domweg te weinig geld om hun taken te kunnen uitvoeren. Het gevolg? Forse bezuinigingen. Zwembaden en bibliotheken die sluiten. Wachtlijsten in de jeugdzorg en tekorten bij de GGZ. Maar dat hoeft niet. Anders dan VVD en CDA wil de Partij van de Arbeid gemeenten voldoende geld geven, zodat bezuinigingen voorkomen worden. De coronacrisis legt een vergrootglas op wat al langer scheef zat. En als er ooit een moment is geweest dat het anders moet, dan is het nu. Onze wethouders, onze raadsleden proberen dag in dag uit het verschil te maken door het bestrijden van onrecht en ongelijkheid. Maar zij zeggen me, het gaat ons niet lukken met nog eens 4 jaar rechtsliberaal beleid. De komende kabinetsperiode zal in het teken staan van hoe het verder moet met corona en herstel na corona. Lukt het ons de pandemie eronder te krijgen? Lukt het ons de economie te herstellen, de ongelijkheid te verkleinen en te investeren in de toekomst? Ik vind het belangrijk dat u begrijpt wat er op het spel staat. En daarom zeg ik waar het op staat, want er valt echt iets te kiezen. We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En op dat moment denkt CDA-leider Wopke Hoekstra dat nu de tijd gekomen is om de uitkeringen uit te kleden en rechten van werknemers af te pakken. Hoekstra bezuinigt 600 miljoen euro op de WW. Hij stuurt mensen die werkloos worden al na 1 jaar de bijstand in. Onfatsoenlijker wordt het niet. Al eerder liet Hoekstra zijn ware aard zien. Zijn eerste daad als lijsttrekker? Het schrappen van de verhoging van het minimumloon uit het CDA-verkiezingsprogramma. Zijn tweede daad? Een voorstel om de vergoeding van commissarissen van staatsbedrijven te verhogen met 15-20%. Er komen deze campagne met de dag steeds meer apen uit de mouw van het CDA. Ik geef nog een voorbeeld. Als je zo onfortuinlijk bent dat je naar de huisartsenpost moet, moet je van het CDA voortaan 25% van de kosten zelf betalen. In het CDA van Wopke Hoekstra herken ik niks van het CDA van mijn jeugd hier in het zuiden. Toen termen als naastenliefde en sociale rechtvaardigheid voor die partij nog iets betekenden. Maar dat CDA bestaat niet meer. En ook de VVD morrelt aan de sociale zekerheid. Onder leiding van de VVD van Mark Rutte werden de afgelopen jaren de multinationals rijker en nam het aantal dakloze mensen toe. En nu blijkt uit de plannen van de VVD dat ze de komende jaren de ongelijkheid nog eens extra vergroten. De VVD van Mark Rutte vindt het normaal om het eenvoudiger te maken om mensen te ontslaan. Honderden miljoenen te bezuinigen op de kinderbijslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de ouderenzorg en de zorg voor gehandicapten. En om de uitkeringen voor 4 jaar te bevriezen. De VVD van Mark Rutte vindt het normaal om, ondanks het drama met de toeslagen waar hij eindverantwoordelijk voor is, wel geteld 0 voorstellen te doen om dit stelsel aan te passen. De VVD van Mark Rutte is het gevoel kwijtgeraakt voor wat gewone mensen normaal vinden. Vandaag met een oproep komen voor een nationaal herstelplan, terwijl Rutte zelf verantwoordelijk is voor de haperende en onnavolgbare crisisbestrijding. En in zijn eigen VVD-programma wordt aan defensie 10 keer meer extra geld uitgegeven dan aan zorg, onderwijs en sociale voorzieningen bij elkaar. Daar sta je dan, met je herstelplan. Bij de VVD van Mark Rutte zijn hardwerkende Nederlanders de klos. Maar er is een andere weg. En laten we dat de weg van het gezond verstand noemen. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen daarna snakken. Dat betekent werken aan een eerlijke toekomst, waarbij we de economie na corona weer tot bloei laten komen en de winst eerlijker delen. Wij vinden het gezond verstand om multinationals, miljonairs en huisjesmelkers meer belasting te laten betalen, waardoor we meer geld hebben voor liefdevolle zorg, betaalbare woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, zodat we bouwen aan een samenleving waarin iedereen vooruit kan komen. Daarom moeten we voorkomen dat het rechtsliberale kabinet van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 een meerderheid haalt. Want dan gaan ze voort op hun heilloze weg. In de plannen van de Partij van de Arbeid zorgen we voor de grootste groei van de economie en de laagste werkloosheid. We investeren in wat echt belangrijk is. Onderwijs, zorg, klimaat, natuur. We verkleinen de ongelijkheid en geven meer kansen aan alle Nederlanders.
En ondertussen letten we natuurlijk in de traditie van Drees beter op de staatskas dan CDA en VVD. Je voelt het om je heen. Het kan. Een andere, een eerlijke koers. Maar dan moeten we nu van ons laten horen. Ik wil een kabinet leiden dat werkt aan een eerlijke toekomst voor iedereen. En daarom zeg ik tegen de kiezers, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Alleen met een stem op de Partij van de Arbeid kan je het volgende kabinet socialer maken. En ik zeg u, we gaan het voor elkaar krijgen. We hebben nog 9 dagen tot de stembureaus opengaan. Doe met me mee. Stem Partij van de Arbeid. Samen kunnen we de wereld aan. Straks is deze donkere tijd voorbij en wordt het licht. En dan is aan ons de keuze. Wat voor land willen we zijn? Laten we de zorgpremie verlagen, het minimumloon en de AOW verhogen. Meer betaalbare huizen bouwen. Het is tijd voor een andere koers. Aan het werk. Voor een eerlijke toekomst.